Goedendag, dames en heren, en welkom bij deze video. Nu, ongeveer een jaar geleden heb ik een video gemaakt over dit ding hier, PMR446. Nu, PMR446, dat zijn de welgekende walkie-talkies. Nu, dit is een technologie die enorm veel wordt gebruikt in bijvoorbeeld de industrie, op bouwwerven, door bedrijven, maar ook door gewone particulieren. En dit zijn radiofrequenties die je met deze apparatuur vrij mag bedienen. Nu, waarom heb ik ongeveer een jaar geleden daar een video van gemaakt? Omdat zeer veel mensen vaak vergeten dat deze technologie bestaat. Want we zijn vandaag de dag vooral met onze telefoon bezig en het internet. En daardoor worden deze frequenties bijna niet meer gebruikt. Nu, oké, dan kan je zeggen, waarom maak je of heb je daar een video over gemaakt? Wel, om de heel simpele reden, zoals ik al zei, veel mensen vergeten die technologie vaak, maar het zou ook interessant zijn, want ik ben een botingkanaal om natuurlijk dit te gaan toepassen in de pleziervaart. Nu, je kan dan zeggen, ja kijk, er bestaat toch maritieme radio? Wel ja, er bestaan maritieme radiofrequenties, maar je moet ten eerste een scheepsvergunning hebben en een bedieningscertificaat om die maritieme radio's te mogen bedienen. Nu, voor dit heb je geen vergunning en geen bedieningscertificaat nodig. Nu, raad ik dan ook aan jullie aan om bijvoorbeeld dit te gebruiken in de plaats van maritieme radio? Nee. Maar er zijn wel bepaalde toepassingen die wel handig zijn, of waarbij dit dingetje wel zou handig zijn dat je die hebt. Bijvoorbeeld in een haven, tussen de boot van de havenmeester en het kantoor bijvoorbeeld, dat dan een PMR446 radio wordt gebruikt. Of, mijn ideaal voorbeeld op het water, kajakken. Je gaat kajakken, je wenst met de rest van de groep in contact te blijven, of je bent op deze manier een event aan het organiseren op het water. PMR446 to the rescue, om het zo te zeggen. Nu, als jullie vragen hebben, laat het dan zeker weten in de reacties onder de beschrijving of als jullie extra uitleg over iets nodig hebben. En op deze manier heb ik van iemand van jullie de vraag nu gekregen van oké, dit is zeer interessant, PMR446, maar wat is eigenlijk het verschil tussen een PMR446 radio en een CB radio, PMR, Personal Mobile Radio Service, en CB, Citizens Band Radio Service. Nu, wat is eigenlijk het verschil tussen die twee? Want iemand vroeg, ja kijk, oké, ik kan ook een portofoon kopen in de CB radiobanden, maar wat is eigenlijk nu tussen die twee het verschil? Nu, daar gaan we het vandaag dus over hebben. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen PMR446 en CB? Want ja, welke zou je dan willen kopen? En voor welke dingen kan je het ene gebruiken en voor welke dingen het andere? Nu, belangrijk om een beetje te gaan begrijpen van wat is eigenlijk het verschil tussen die twee, dan ga ik jullie een kleine basis moeten aanleren over wat zijn radiogolven, hoe planten ze zich voort, wat zijn modulatietechnieken enzovoort, eigenlijk een klein beetje. Dus dan moeten we een klein beetje meer technisch in het vak erin gaan. Nu, ik heb dat niet gestudeerd, ik heb daar geen studies voor gedaan. Ik heb eigenlijk in de radiocursussen die ik heb moeten doen, heb ik heel veel informatie eruit gehaald, daar heb ik het uit geleerd. En ook door zelf dan natuurlijk te gaan opzoeken en dat allemaal wat na te kijken. Dus het gaat een zeer beperkte basis zijn, maar het gaat normaal gezien jou meer dan genoeg informatie geven waarom dat het één in bepaalde applicaties anders is of beter of slechter is dan het andere. Nu, het eerste waarover dat we gaan praten, dat is oké, zo'n radiogolf, wat is dat nu eigenlijk? En om mezelf een klein beetje te helpen, heb ik uit mijn cursus van de VHF van België een paar slides eruit gehaald om hier op het scherm aan jullie te laten zien. Nu oké, wat is een radiogolf? Wel, we gaan ons verhaal beginnen met waar zijn wij mee bezig? Want ja, wat zijn we hier aan het verzenden? Zijn we hier lichtsignalen aan het verzenden? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Wel,
om een beetje wetenschappelijk te zijn, we bevinden ons in het elektromagnetisch spectrum. Nu, het elektromagnetisch spectrum, dat is enorm groot. En de radiogolven zijn maar een klein onderdeel van dat volledige spectrum. Bijvoorbeeld, zichtbaar licht maakt ook deel uit van dat spectrum. Alleen zit dat wat verder. Infrarood licht maakt deel uit van dat spectrum. De kleuren dat wij kunnen zien bij gewone zichtbaar licht, dat is een andere frequentie, om het zo te zeggen. Nu, natuurlijk, we gaan ons spectrum wat moeten gaan afbakenen. Hè? En we gaan ons afbakenen tot het radiospectrum, hè? Bij de radiogolven. Nu, radiogolven die kunnen wij niet zien. Het is niet zoals het licht of het infrarood dat wij op de een of andere manier er kunnen voor zorgen dat wij dat zien. Dat kunnen wij niet. Nu, daarom in het radiospectrum, van links naar rechts, je hebt verschillende radiofrequenties. Wanneer dat we naar links gaan kijken, op de slide, op het figuurtje, dan zien wij de lagere frequenties, de lagere radiofrequenties. Als we naar rechts gaan kijken, dan zien we de hogere radiofrequenties. Nu kan je zeggen, dat is allemaal goed en wel, maar ik wil gaan communiceren. Nu, hoe gaan we dat doen en met wat moeten we rekening houden? Wel, dit is het probleem. Niet elke radiofrequentie kan zomaar gebruikt worden voor een bepaalde applicatie, voor een bepaalde toepassing. Nu, hoe komt dat? Wel, de radiofrequenties die zich meer naar links bevinden, de lagere frequenties, die gaan zich in het algemeen anders gedragen dan de hogere radiofrequenties. Nu, hoe komt dat, kan je zeggen? Wel, dat komt omdat de frequentie past ook, past eigenlijk de antenne ook aan. Bijvoorbeeld, bij lagere frequenties gaan we een iets grotere antenne nodig hebben. Een iets grotere golf hebben wij dan. Dat is de reden. Dan in de hogere radiofrequenties. En dat is een van de gedragingen die ook zeer belangrijk zijn. Maar, uiteraard, we hebben bijvoorbeeld de VHF-band voor... waarin dat de very high frequency band, waar dat we bijvoorbeeld veel met de maritieme radio bezig zijn. En we hebben de UHF band, de ultra high frequency, is eigenlijk maar net hoger. PMR 446 zit daarin. Maar dat verschil is niet erg groot. Nu, een eerste regel die ik aan jullie moet meegeven, dat is, kijk, radiogolven in het algemeen zullen die zich min of meer hetzelfde gedragen. Dus bijvoorbeeld... Elke radiogolf kan jij min of meer buigen. Elke golf kan dat, ongeacht of dat op een lage frequentie is of op een hoge frequentie. Bijna elke radiogolf is buigbaar. En dat gebeurt ook in realiteit. Nu, iets wat ook zeer belangrijk gaat worden, is de modulatietechniek. En hier moeten wij goed mee opletten. Nu, waarom moeten wij met moduleren opletten? Moduleren is eigenlijk de techniek die wij gaan gebruiken om onze gegevens met het signaal te laten meesturen, zodanig dat die, wanneer dat signaal tegen een andere antenne botst, kunnen wij dat op dezelfde manier er terug gaan uithalen en dan hebben wij onze gegevens. Bijvoorbeeld stemgeluid kan ook iets anders zijn, bijvoorbeeld puls gewoon, radar. Nu, waarom is dat belangrijk dat ik dat zeg met die puls en morsen enzovoort? Omdat dit gaat ook een moduleren gaat ook een effect hebben van, kijk, we kunnen niet zomaar een modulatietechniek gebruiken op een bepaalde frequentie. We kunnen dat wel, maar soms is dat gewoon niet praktisch. Nu, over moduleren ga ik het meteen hebben. Ik ga eerst het echt hebben over de radiofrequenties zelf. Nu, de lagere radiofrequenties die gaan eerder de neiging hebben om bijvoorbeeld een grondgolf te vormen. Of om bijvoorbeeld beter af te ketsen op de ionosfeer. Nu, wanneer dat we hoger gaan dan 30 megahertz, dan wordt het zeer moeilijk en gaan we op de ionosfeer van de aarde gaan radiosignalen zeer moeilijk gaan afketsen. Nu, en ook de grondgolf, dat gaat niet goed werken. Nu, wat gebeurt er dan?
dan eigenlijk bijvoorbeeld het grootste gedeelte van de VHF-band, en vooral die UHF-band, de deze. Wat is het grote ding ermee? Die zijn ideaal voor bijvoorbeeld line of sight, dus binnen het gezichtsveld communiceren. Dus we hebben één antenne en we hebben een andere antenne. Zij zien elkaar visueel, dus er zit geen... bijvoorbeeld de aarde zit er niet tussen. Dan kunnen die perfect met elkaar communiceren. Dat gaat perfect. Maar, wanneer we hoger gaan in frequentie, dan gaan we een heel ander effect zien. Bijvoorbeeld, hoe hoger dat we gaan qua frequentie, hoe rechtlijniger dat ook de golven lopen. Maar dat is ook ideaal voor af te ketsen. Dus hoe beter eigenlijk een radiosignaal terugketst. Denk maar aan radar, de X-band radar, 9 gigahertz. Dat zijn signalen die geweldig goed ketsen. En dat gebruikt men dan bij radar, bij pulsradar. En men kan zelfs, omdat ja, het is puls, we kunnen iets over de horizon gaan kijken. Omdat puls enorm simpel is qua modulatietechniek. Daarom ga ik het straks hebben over die modulatie. Want je kan dan zeggen, ja, maar radar is toch line of sight? Ja, het is line of sight, maar het kan iets over de horizon zien, omdat het puls is. En puls kunnen we makkelijker detecteren. Maar het komt er gewoon op neer, dus lagere frequenties, meer de radiosignalen kunnen veel makkelijker gaan de ronding van de aarde volgen, het grondeffect. Maar ook makkelijker afketsen op de ionosfeer met die grote golf. Nu, dan is het even belangrijk dat we even gaan kijken van ja, oké, waar zit CB dan? CB, 27 megahertz band. Dat is de 11 meter band ook gekend. Dus die zit net onder die 30 megahertz. Nu deze hier, de PMR446 radio, even wegnemen. PMR446 zit op 446 MHz, dat is de UHF-band. Heel goed voor line of sight. Nu, één ding dat zeer belangrijk is, is kijk, oké, je kan dan zeggen, ja, maar wat is dan echt het verschil? Wel, dat is redelijk simpel. We moeten dan gaan kijken naar de elektromagnetisch veld. Dus je zit met een magnetisch veld, dat wordt gegenereerd door de antenne, en je zit met een elektrisch veld dat wordt gegenereerd door de antenne. Nu, dit gaat zich anders gedragen met een hogere of een lagere radiofrequentie. Bijvoorbeeld bij een hogere frequentie hebben we bij de 70 centimeter band, PMR446, dan hebben we een kleinere antenne nodig om hetzelfde te kunnen doen. Maar gaat ook het radiosignaal, gaan ook de velden die rond deze antenne worden gegenereerd, gaan ook kleiner zijn dan die van bijvoorbeeld CB-radio's. Hè? De 27 MHz, de 11 meter band. Nu, dit maakt bijvoorbeeld PMR446 ideaal voor ingebouw, want ingebouwen vaak, in professionele meer, dan zit je vaak met zeer veel metaal in het plafond, de muren enzovoort. En die absorberen dan natuurlijk die velden voor een stuk. Wanneer dat je dat zou doen met een CB-radio, zou je veel in gigantische gebouwen zou je veel minder ver raken dan PMR446. Met PMR446 raak je verder. Waarom? Die kan beter door die kleine doorgangen door. Terwijl bij CB heeft je golf veel meer ruimte nodig om te kunnen gemaakt worden, om het zo te zeggen, om die velden te kunnen genereren. Anderzijds is het ook zo dat PMR446 een klein beetje directioneler is. Dus dat wil zeggen, wanneer u uw antenne gaat fout richten, dan gaat dat een verschil opleveren, uiteraard. Wanneer ik mijn antenne bij PMR446 ga fout richten, dus ik ga bijvoorbeeld hem op deze manier gebruiken, in die richting en die richting, er gaat nog altijd een veld. De velden zullen zich nog altijd, maar ik weet niet of de persoon die, laat ons zeggen, 500 meter in die richting staat, die zal mij misschien niet meer gehoord hebben. Ik heb in realiteit in zowel het professionele en het particuliere hier testen meegedaan. En ik moet zeggen, het werkt wel redelijk goed. Nu, even voor alle duidelijkheid, PMR446 is beperkt tot 0,5 watt. Zeer belangrijk.
CB is beperkt tot 4 watt uitzendkracht. Ook deze van PMR446 bestaan er geen vaste stations. Dat is puur gemaakt voor min of meer particuliere en professionele, maar voor line-of-sight communicatie. Terwijl CB-radio gemaakt is voor meer zo van die toepassingen zoals in de auto bijvoorbeeld. Om te communiceren met anderen. Dat is ook de reden waarom dat ze in een andere band zitten. Maar ik ga eerlijk zijn, voor PMR446, daar heb je wel wat aan. En ja, je kan daar al heel veel dingen mee gaan doen. Het is natuurlijk visueel radiocontact. Nu, wanneer dat we gaan kijken naar CB-radio, CB-radio gaat ons meer toelaten wegens zijn lagere frequentie om bijvoorbeeld te gaan afketsen op de ionosfeer en uiteraard om natuurlijk meer een grondgolf te hebben. Nu, om te begrijpen, dus de grondgolf, dat kan dus wegens de lagere frequentie wordt die soms gegenereerd, maar iets wat we veel met CB gaan doen, een Europese CB, is bijvoorbeeld skip op de ionosfeer. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is een radiosignaal gaat wegens de lagere frequentie afketsen op de ionosfeer. Nu, zoals veel mensen weten, is dat weersbepalend. Nu, weer, dat is, het is een benaming, maar eigenlijk is dat vooral bepalend welk seizoen dat het is, op welk moment van de dag dat je gaat communiceren. Want het ding is, bij CB radio is het met op die frequentie is het niet erg stabiel, om het zo te zeggen. Jij gaat geen ver radiocontact kunnen gaan houden en zeker niet met je 4 watt. Wat ik ermee bedoel is, bijvoorbeeld nu is het 12 uur 's middags en ik wens graag om 10 uur 's avonds nogmaals eens met diezelfde persoon zoveel kilometers verder nogmaals te praten. Wel, dat gaat heel moeilijk gaan. Dus ik ga minder snel een vast radiocontact kunnen hebben op die gigantische afstand. Daarom is het eigenlijk zo, Europese CB is eerder gemaakt vooral om gebruikt te worden als line of sight, maar dan voor lange afstanden. Dus dat gaat u meer toelaten om op lange afstanden makkelijker te gaan communiceren, gebruikmakend van de grondgolf of van skip, de luchtgolf op de ionosfeer. En dit is waar modulatie zeer belangrijk in wordt. Nu, modulatietechnieken, een standaard modulatietechniek die iedereen kent, is FM, frequentiemodulatie. Deze PMR446 gebruikt frequentiemodulatie. Nu, waarom gebruiken wij vooral line of sight, dus binnen gezichtsveld, frequentiemodulatie? Frequentiemodulatie staat toe om een zeer goed kwaliteit van geluid door te sturen. Bijvoorbeeld wanneer dat ik ga zeggen van ja, kijk, oké, ik moet met iemand praten, bijvoorbeeld ik ben een landbouwer, ik heb een tractor en wat verderop, laat ons zeggen, een kilometer en al verderop is de boerderij en ik moet met iemand op de boerderij snel praten die in een andere tractor zit, die bijvoorbeeld aan het lossen is daar en ik moet met hem communiceren en we hebben allebei een CB-radio, dan is het wel interessant van frequentiemodulatie te gebruiken. Nu, waarom is frequentiemodulatie dan zo handig? Zoals ik al zei, het signaal is kwalitatief beter. Dus dat wil zeggen, je stem gaat meer natuurlijk overkomen en het gaat ook veel duidelijker zijn. Nu, een groot nadeel aan frequentiemodulatie, dat is, we gaan de frequentie moduleren. Dus dat wil zeggen, we gaan de frequentie lichtjes aanpassen aan welke gegevens en stemgeluid en sterkte van het stemgeluid dat we erdoor gaan halen. Nu, natuurlijk, wanneer we dat zouden gebruiken voor een communicatie over de horizon, dat gaat niet zo goed gaan. Het kan werken, maar het gaat zeer snel zijn. Het signaal gaat zeer snel verloren gaan. De golven zullen er wel zijn, maar we kunnen er niets mee. We kunnen de data, de gegevens er niet meer gaan uithalen, om het zo te zeggen. Nu, hoe komt dat? Zoals ik al zei, we gaan de frequentie moduleren, dus lichtjes aanpassen. Met als resultaat dat we eigenlijk ook de mogelijkheid tot bijvoorbeeld de grondgolf en de skip lichtjes gaan aanpassen.
Nu, is frequentiemodulatie dan handig zoals op dit ding hier? Wel, in de UHF-band die gaan zelden situaties tegenkomen dat zij gaan skippen tot bijna nooit, waardoor dat eigenlijk frequentiemodulatie de beste oplossing is voor PMR446. Dus PMR446 en frequentiemodulatie, dat gaat hand in hand. Je gaat ook de beste geluidskwaliteit er gaan uithalen, om het zo te zeggen. Nu, voor CB, frequentiemodulatie binnen het gezichtsveld, ideaal. Zoals ik het voorbeeldje al gaf met de tractor, dat is ideaal, dan ga je een beetje een kwalitatief stemgeluid hebben. Nu, dan gaan we het hebben over amplitudemodulatie. PMR446 doet niet aan amplitudemodulatie, dat is enkel frequentiemodulatie. Nu, amplitudemodulatie, daarin gaan we de amplitude eigenlijk gaan lichtjes wijzigen in plaats van de frequentie. Nu, het grote voordeel aan amplitudemodulatie, dat is een simpelere modulatietechniek. En het voordeel is, wanneer we een signaal gaan buigen, bijvoorbeeld als een radiosignaal afbuigt, wegens de grondgolf, of die gaat afketsen, dan gaat dat signaal zijn gegevens veel beter behouden dan frequentiemodulatie. Wat is wel het grote nadeel van amplitudemodulatie? Dat is dat standaard, wanneer dat wij bijvoorbeeld binnen gezichtsveld met elkaar communiceren, gaat het kwalitatief, het stemgeluid bijvoorbeeld, slechter zijn. Dus het gaat kwalitatief lager zijn. Bijvoorbeeld mensen die in de luchtvaart zitten en die tegelijkertijd bijvoorbeeld in het maritieme zitten, we gebruiken min of meer dezelfde frequenties, de VHF-band, we zitten dicht bij elkaar, maar in de luchtvaart gebruikt men amplitudemodulatie en in de maritieme banden gebruikt men frequentiemodulatie. Dat is een klein verschil op zich qua frequentie, maar die modulatietechniek heeft wel een zeer grote impact op de kwaliteit van het geluid. En dat is ook zeer belangrijk als jij bijvoorbeeld een hoofdtelefoon koopt en jij wilt dat graag gebruiken op je marifoon. En dat is een hoofdtelefoon bijvoorbeeld met zo'n sprekertje, zoals in de luchtvaart het is, met een micro eraan. En die is eigenlijk origineel gemaakt voor luchtvaart. Vaak de kwaliteit van de micro en alles gaat, ook al is dat duur materiaal, gaat lager zijn, omdat dat toch maar gemaakt is voor amplitudemodulatie. En het is zo dat eigenlijk wanneer je dat zou in je marifoon duwen om dat ding te gebruiken voor de marifoon, dat je dan eigenlijk zou kunnen, dat je eigenlijk een slechter geluid hebt, omdat die apparatuur niet is gemaakt voor frequentiemodulatie. Het kan er dan bijvoorbeeld soms wel op gebruikt worden, maar die is er origineel niet voor bestemd, waardoor dat alles kwalitatief slechter is. En dat kan dan lastig zijn voor iemand anders als jij dan natuurlijk zo die techniek zou gebruiken om te communiceren. Ik geef het er maar mee. Nu, dan is er nog één. Dan is er nog één modulatietechniek. Er zijn er eigenlijk twee. We hebben nog puls. Puls als bijvoorbeeld morsen. Zeer simpel. Radar maakt daar gebruik van. Hey, radarsignalen buigen een klein beetje af. Nu, elk radiosignaal buigt een klein beetje af. Maar bij radar kunnen we dat waarnemen, want dat is puls. Dat is enorm simpel detecteerbaar. En daardoor is het mogelijk, omdat terwijl dat radar in zo'n hoge frequentie zit, dat we toch nog daarvan gebruik kunnen maken, dat we net over de horizon soms met onze radar kunnen gaan zien of dat er bijvoorbeeld land is of niet. Nu, dan resteert er nog één ding, zoals ik al zei, en dat is single sideband. Nu, single sideband, wat is dat eigenlijk? Ik ga dat meteen uitleggen op het bord. Dat is eigenlijk een amplitudemodulatiesignaal en dat gaan we in twee stukken duwen. Nu, wat is het grote voordeel daarvan? Dat is dat wij eigenlijk, wanneer dat we dat ding in twee grote stukken gaan duwen, dan gaan wij ons signaal, wanneer dat we uitzenden, en ons wattage gaan we concentreren op oftewel de upper, oftewel de lower sideband. Het voordeel daarvan is dat we, omdat we ons signaal erop fixeren, wij gaan, wanneer dat we dan door de radio spreken, dan is onze stem net een robotstem. Maar wij kunnen dan over zeer lange afstanden communiceren wanneer dat de omstandigheden het goed
wanneer de omstandigheden goed zijn, dan ga je over langere afstanden kunnen communiceren, om het zo te zeggen. Nu, dat geeft zo dat klein beetje meer, laat ons zeggen. Dus stel u voor, ik moet nog een kilometertje extra en het weer is goed en ik heb de grondgolf mee en we zouden toch met elkaar moeten kunnen praten, dan kunnen we single sideband en misschien dat we elkaar nog horen. Hè, en ja, misschien op die 4 watt, versta je elkaar goed? Nee, dat is alsof twee robots met elkaar aan het praten zijn op dat moment, maar... Als je met dat geholpen bent, dan kan je dat gebruiken. Oké, ik ga heel even uitleggen wat single sideband is. Dus nu, wat zien jullie hierop? We zien hier een amplitude modulatiesignaal. Nu, ik heb het zo goed mogelijk proberen doen, dames en heren. Ik ga heel eerlijk zijn, mijn tekenkunsten zijn niet van de beste. Maar hier zien we een AM-signaal. En wat er eigenlijk gebeurt, langs twee kanten zien we exact hetzelfde. Of zouden jullie min of meer exact hetzelfde moeten zien. Nu, wat is single sideband? Nu, single sideband bestaat uit twee dingen. Dat is SSB. Dat is de upper sideband. Upper sideband. En de lower sideband. Dus wat wij eigenlijk gaan doen, is wij gaan dat opsplitsen. Dus wij gaan, omdat dat ding toch identiek is, kunnen wij zeggen, wel, weet je wat we gaan doen? We gaan bijvoorbeeld enkel de upper sideband gaan gebruiken. Nu, de upper sideband, wanneer dat we die even gaan toepassen. Ja, als we bijvoorbeeld zeggen, we gaan die gaan gebruiken. Ja, sorry, ik moest even checken. Dat ik wel de goede stift in mijn handen had. Nu, de upper sideband, wanneer dat we die gaan gebruiken, gaan we onze 4 watt uitzendkracht concentreren op die upper sideband. Nu, single sideband werkt een beetje hetzelfde als amplitude modulatie, dus dat laat zich heel goed buigen enzovoort. Nu, kwalitatief is het nog slechter, uiteraard, dus we gaan zo wat een robotachtig geluid hebben. Maar wanneer dat je dat beetje meer moet hebben, kan dat wel helpen, uiteraard. Nu, ik hoop dat ik jullie een klein beetje heb kunnen helpen met wat is eigenlijk het verschil tussen PMR446 en CB-radio. Dus we hebben eerst en vooral de frequentie die anders is, die voor een ander gedrag gaat zorgen. Dus uiteraard makkelijker skip en makkelijker een grondgolf gaat creëren. Bij CB-radio tegenover PMR446. Nu, PMR446 is handiger in kleine ruimtes en gebouwen waar veel absorberende metalen zijn. Metalen die makkelijker radiogolven absorberen, die communicatie moeilijker maken. Dat is iets dat PMR446 goed kan oplossen voor u, bijvoorbeeld in de industrie. En wat moet ik kiezen, uiteraard? Hè? Want we zitten met ook een stukje wetgeving. PMR446 is beperkt tot 0,5 watt. En het is een portofoon, dus een draagbaar station. Nu, belangrijk is dus dat u weet, u mag de antenne niet wijzigen bij PMR446. Dat is een vaste antenne, die kunt u niet zomaar wijzigen. Dat is ook de bedoeling van dat ding. Terwijl dat CB-radio, je kan portofoons krijgen, je kan vaste installaties ervoor krijgen en natuurlijk je antenne wel wijzigen. Nu, natuurlijk is er ook een verschil in prijs tussen CB en PMR446. PMR446 is in het algemeen goedkoper dan het is goedkoper dan CB-radio. Terwijl dat CB-radio meer mogelijkheden heeft, uiteraard in FM, AM, single sideband, sommige van die toestellen. Maar ook uiteraard meer uitzendkracht. 4 watt tegenover de 0,5 watt van PMR446. Nu, welke u kiest, laat ik aan u over. Hebben jullie nog vragen over iets? Laat het mij zeker weten. En dan is het tijd om afscheid te nemen. Ik hoop dat ik jullie wat heb kunnen helpen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.